Twee van die versterkingen zijn Ty Wesley en David Gonsalves. En die moeten natuurlijk eerst even een typisch bosse lekkernij proeven. You want to eat it? Sure. Yeah, right here. I'm ready to. You can eat cream all over the place. Oh yeah. Wow. Europe's a great place to start a professional basketball career, and I've never been to Europe, so it'll be a real good life experience for myself. De oude bekende is Peter van Paassen. Hij vertrok vorig jaar naar België vanwege de onzekere situatie bij Eiffel Towers. En in de tussentijd contact gehouden met hoe alles hier in de bos ging. En eigenlijk altijd de intentie gehad om terug te komen als de boel weer stabiel was en als alles een beetje goed liep. En ja, gelukkig is dat eigenlijk vanaf het begin hier zo goed gegaan. En halverwege vorig seizoen begon ik al na te denken van nou, zou het een goede situatie zijn? En dat is het inderdaad. Good time, yep. Spacing. This year we kept the core of the team together, which should give us an advantage, especially early in the season. And we're going to try to make a step closer to the top. Coach K, because he's incredible with the K, that's why. Nah, that's just what the guys call him around, you know, the locker room for short. Giants uit Bergen op Zoom viel weg uit de Eredivisie. En nu is Eiffel Towers dus de enige Brabantse club op het hoogste niveau. Vorig jaar hebben wij de organisatie even goed tegen het licht aangehouden. En helemaal opnieuw neergezet met als gevolg dat het er nu hartstikke goed voor staat. Ja, de staferelen zoals een berg op Zoom hebben plaatsgevonden, die zullen hier niet voorkomen. Nee, daar hoef je hier niet bang voor te zijn. And next time a Bosse ball again? Definitely. If we could do an interview, get a Bosse ball every time an interview, that'd be great.